Het immigratiebeleid van de regering wordt geëvalueerd. Suriname zal scherpere maatregelen treffen om te voorkomen dat criminelen de versoepeling van visumvrij reizen misbruiken om hun activiteiten hier voort te zetten. Dit zegt minister Albert Ramdien naar aanleiding van de bevindingen in het Amerikaans rapport voor mensenhandel 2023. Hierin is aangegeven dat Suriname nog niet volledig voldoet aan de minimumnormen voor uitbanning van mensenhandel. Het is niet makkelijk, gegeven onze beperkte middelen. En met middelen bedoel ik niet alleen financieel, maar ook capaciteit, menskracht. Is het niet eenvoudig om al die dingen te doen. Maar we hebben het gedaan en we gaan het blijven doen. Er zijn bepaalde principes die we in het kader van goed bestuur, maar ook in het kader van mensenrechten, bescherming, aan moeten vasthouden. En wij gaan dat blijven doen. Dus ik ben blij met het rapport, maar het is een signaal dat we alert moeten blijven en dat we niet moeten toegeven aan allerlei personen die ons onder druk zouden willen zetten om bepaalde dingen toe te laten. We zijn daar heel scherp in. We willen nogmaals niet veroordeeld worden, want dat gaat problemen geven wanneer wij behoefte hebben aan visumvrij reizen naar een land. Want dat gaat meegenomen worden in de beoordeling. Dus het is in ons aller belang dat we ons aan de regels houden. En dat geldt voor iedereen in het land. Ondanks de aanzienlijke inspanningen van Suriname moet er nog veel gebeuren om dit vraagstuk duurzaam aan te pakken, gaf de minister toe. Hij ontkent niet dat er zorgpunten zijn. Met name het visumvrij reizen naar Suriname moet onder een vergrootglas geplaatst worden. De versoepeling is bedoeld om het toerisme te bevorderen en niet om criminelen te accommoderen die hun slag willen slaan in mensenhandel. Vaak worden vrouwen naar Suriname gebracht onder valse voorwendselen. Op den duur belanden de meesten in de prostitutie. De regering Santokki Brunswijk neemt de aanbevelingen in het rapport ter harte. Suriname moet volgens minister Ramdien geen doorvoerland worden voor mensensmokkelaars en drugsdealers. Met andere landen binnen de regio zal er samengewerkt worden om dit te voorkomen. Migratie is zo oud als de mensheid. Maar het kan niet zo zijn dat het een criminele of een georganiseerde kwestie wordt. Waarbij dan mensen worden gedwongen dan wel veel geld moeten betalen om te mogen reizen, om te kunnen reizen. Iedereen zoekt naar beter leven. Desalniettemin, wij willen niet gezien worden als een land dat een doorvoerland is voor mensenhandel als zodanig of mensensmokkel. We hebben dat duidelijk publiekelijk kenbaar gemaakt. Dat we actie zullen ondernemen. En kijk, vaak in deze beoordelingen van bijvoorbeeld deze rapportage van US State Department. En ik denk dat ze dit meenemen in de beoordeling. Er kan een schijn zijn van mensensmokkel of mensenhandel. Maar wanneer wij nadrukkelijk actie ondernemen om te voorkomen dat die schijn een realiteit is. Dan gaat men dat meenemen. En zo zie ik ook de beoordeling in dit rapport. Dat men ziet dat de regering dit niet toelaat.